Het dreigt een groot tekort aan chauffeurs. Wat vindt u daarvan? Dat is heel lastig voor de maatschappij, omdat de spullen toch van A naar B moeten. En er zal toch wel iets aan gedaan moeten worden. Wat is voor u een mogelijke oplossing? Ja, dat zou ik niet direct weten. Anders zou ik het wel meekomen, denk ik. Maar dat het aandacht moet hebben, is zeker een belangrijk iets. Is het inschakelen van arbeidsmigranten uit Europa een mogelijkheid? Ja, maar ik denk dat dat al geregeld gebeurt. Bij ons, het bedrijf waar ik zelf werk, komen ook heel regelmatig Oost-Europese chauffeurs spullen halen namens het Nederlands transportbedrijf. Wilt u zelf geen chauffeur worden? Nee, dat heb ik vroeger wel gewild, maar dat doe ik niet meer. Mijn schoonvader is vroeger geweest, die is een internationaal toetschauffeur geweest, maar dat zie ik niet zitten. Het dreigt een groot tekort aan chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat niet zo goed, want ik denk wel dat er meer chauffeurs nodig zijn als er een tekort aan is. Ook voor het openbaar vervoer natuurlijk, dat je mensen zeg maar kunt vervoeren naar andere plekken. Dus er moet wel wat aan gedaan worden, denk ik. Wat is een mogelijke oplossing volgens jou? Een mogelijke oplossing? Ik heb geen idee wat een mogelijke oplossing is. Ja, hoe kom je aan meer chauffeurs? Misschien door advertenties te plaatsen dat er tekort aan is of zo. En wat bied je dan potentiële chauffeurs aan? Een goed salaris. Dat denk ik, ja, een goed salaris. Hoe zijn mensen over de streep te trekken om chauffeur te worden bijvoorbeeld? Nou, zoals ik net al zei, probeer de omstandigheden goed te maken. Ook goede lonen natuurlijk. Ik bedoel, we hebben nu die discussie in de zorg, hè, over de verpleegkundigen en zo. Ja, zorg gewoon dat dat goed geregeld wordt. Ik heb er al ideeën over, maar daar heb ik wel eens met Mark Rutte over praten, zeg ik al eens. Als het geld een kwestie is die van belang is, dan zal alles duurder worden, of niet? Ja, en daar moeten we dan maar aan wennen. Dat is hetzelfde als, kijk, vroeger had je 100.000 mensen die werkten. En misschien 1.000 mensen die niet werken. En tegenwoordig is het bijna andersom. Het is maar een kleine massa die werkt. En de rest die of doet niks, of die hoeft niet meer te werken, wat kan. En ik hoop over een paar jaar met pensioen te gaan, maar dat hoop ik wel te kunnen. Hi.